Hey, je kijkt naar Sunny zoekt geluk, de happiness editie. Binnenkort komt het happiness festival er weer aan en in de aanloop daarnaartoe stel ik alvast een aantal bijzondere sprekers aan je voor. Vandaag ben ik helemaal afgereisd naar België, want hier woont Leo Boormans. Hij interviewde wereldwijd 100 topwetenschappers met de vraag: wat is nou eigenlijk geluk? Nou, dit heeft hij allemaal in één mooi boek gestopt, The World Book of Happiness. Dus als er iemand iets weet over geluk, dan is hij het wel. Nou, het is wel duidelijk dat we hier goed zijn, want wat staat hier? Niet te koop geluk. Maar het is wel maakbaar, jongens. Daar is die Leo, hallo. Dit is de pop-up shop over geluk. Hartelijk welkom. Hoe komt het dat u zoveel heeft met geluk? Ik heb dat namelijk zelf ook, maar waarom heeft u dat? Want dat herken ik wel iets in. Ja, elke mens is op zoek naar geluk en ieder zal het op zijn eigen manier moeten vinden. Ja, maar niet iedereen maakt er zo zijn werk van en zijn legacy, dat bedoel ik. Ja, maar dat is dan de missie die ik mij maar als groot doel heb gesteld. Als er dan toch al zoveel boeken zijn over geluk, dan wilde ik gewoon de World Book of Happiness maken. Punt. En ik wist niks over geluk of over hoop of liefde. Ik dacht dat iets was van later ooit in de hemel, engeltjes, zoiets. Maar ja, we zien in het wetenschappelijk onderzoek dat het geluk niet iets is voor later, maar dat het een mindset is, een innerlijke houding, iets wat we kunnen beïnvloeden. En dat vind ik wel boeiend om dat te doen en te kijken hoe we mensen kunnen helpen om via reflectie tot actie te komen. Want je kan blijven boeken lezen over diëten, maar daar ga je geen gewicht mee verliezen. Net met geluk, je zal er iets aan moeten doen. Bekijk de toekomst positief. Niet alles is perfect. Ja, perfectionisme is een hele slechte raadgever om gelukkig te zijn. Hè? Perfectionisten denken dat het leven perfect is. Nu, het leven is niet perfect, we maken fouten. Maar wie uit zijn fouten leert, die kan stappen zetten. Hè? Klopt. Een hele goede raadgever voor mijzelf is verdriet. We zien in het geluksonderzoek nu, in geluk 2.0 ook, dat verdriet deel uitmaakt van geluk. We dachten vroeger dat dat twee tegengestelde waren. Ja. Maar je kan soms tranen in de ogen krijgen van geluk en soms in een verdrietig moment, een begrafenis bijvoorbeeld, heel verbonden zijn. Dat betekent dat geluk en verdriet eigenlijk deel uitmaken van hetzelfde rijke scala van emoties dat we als mens kunnen bewandelen. Ik ben ook niet de vrolijkste Frans van de wereld, dat hoeft helemaal niet. We hoeven niet de hele tijd staan liedjes te zingen en vrolijk te wezen. Verdriet kan ook een kracht zijn waaruit we nieuwe dingen, nieuwe doelen kunnen halen voor ons leven. En één keer dat we dat inzien, dat geluk eigenlijk een mixed emotion is, komen we dichter bij de kern van geluk. Ik ben dus een ras optimist, maar heel veel mensen vragen dat ook aan mij. Van hoe word je nou een optimist? Hoe zou jij dat zeggen? Je hebt er een boek over geschreven natuurlijk ook. Ik heb er vele boeken over geschreven. Niet, en ik ben niet zo'n soort guru die het ben licht heeft gezien. Ben je zelf ook echt een optimist? Wow, nee, ik ben niet eens. Wat ik dan? Ben niet echt. Ik denk ook niet dat alles 100% goed gaat lopen. Ik geef mezelf een 6,5 op 10 of zoiets. Dat vind ik echt wel goed. Dat kan 6,5? Dat kan ik aan de universiteit. Mag ik overgaan met 6,5? Dat is toch een hele goeie. En dat geeft mij ook nog de mogelijkheid dat ik nog doelen kan stellen. Ik kan ook naar 7,5. Als ik wil. Maar waarom? Maar dat is in hoeverre u optimist bent. Maar wat zou uw geluksgevoel zijn dan? Wow, 7,5 of zo. Maar dat geven de meeste mensen zich wel. In Nederland nog veel meer. Maar ik mag dat in Nederland vooral niet zeggen. Want de Nederlanders zeggen dan: ja, maar wij zijn toch dat land van die chagrijnige mopperaars. Ja, maar ja. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Jullie zijn echt wel een land dat de fundamentele dingen van geluk omarmt. En dat zijn de basisvoorwaarden, want dat is goed onderwijs, goede gezondheidszorg, op een aangename manier met elkaar omgaan, veel vrijwilligerswerk. Dat zijn dingen die ons gelukkig maken. En niet het aantal uren zonneschijn of het aantal uren regen dat een land heeft. Maar ik probeer ook een zinvol leven te leiden. Wat kan ik betekenen voor andere mensen? Hoe kan ik andere mensen zover krijgen dat ze ook op een zinvolle manier hun leven besteden? En daarom is al mijn werk gebaseerd op twee pijlers, verbinden en versterken, en reflectie en actie. We hebben het natuurlijk over die nieuwe versie van het boek Geluk. Wat zijn er nou de nieuwste dingen die je bent tegengekomen als het gaat over... Nee, want verbinding, ja, dat is logisch, en bijdrage denk ik ook. Maar wat voor nieuwe dingen ben je tegengekomen? Er is veel genetisch onderzoek. Er is veel onderzoek in de genetica om te kijken of we een beetje voorbestemd zijn om gelukkig te worden. En dat blijkt zo te zijn. Hè. We hebben veel van ons optimisme, onze kijk op het leven, is genetisch bepaald. Dat krijgen we van onze ouders, onze grootouders. Daar kan je weinig aan veranderen. Maar zoals met de meeste genetische dingen, is ook de omgeving waarin je zit heel belangrijk. Het geluk gaat altijd over andere mensen. Het gaat niet over mijn dingen. Het gaat over andere mensen. En de hele samenleving spant samen om onze tegenstelden te doen geloven. Ja. Dat het gaat over mijn dingen, mijn dingen. Het gaat helemaal niet over mijn dingen. Het gaat over mensen en het gaat over andere mensen. Het geluk heeft altijd een sociale component. Het is niet iets ooit en later. Het is een innerlijke houding die we hier en nu kunnen ontwikkelen. En die niet altijd
gaat over die vrolijkheid, die valse vrolijkheid die over mensen hangt. Dat schuldcomplex dat men ons aanpraat, van je moet gelukkig zijn, als je niet gelukkig bent, is nog je eigen fout. Dat zijn bijzonder kwalijke dingen die aan het gebeuren zijn. Geef verdriet een plaats, geef twijfel een plaats, geef woede een plaats. Ik kan me best boos maken. Van het moment dat ik woede kan omzetten in moed, dan word ik een hoopvolle mens. En hoopvolle mensen zijn altijd gelukkiger en succesvol. Vond ik vrij vernieuwend eigenlijk, om te zien dat hoop zo belangrijk is. Ja. Wist ik niks over. Ik dacht dat hoop iets was over de hemel, engeltjes, later ooit. Wist ik veel over hoop. En dan ontdek je dat er 300 professoren wereldwijd zijn die de psychology of possibility bestuderen. Nou, dat wist ik niet. En dat is een mechanisme dat ons drijft. Hè. Het geluk is de drijfveer van ons handelen. Dat is waarom we het doen. En hoop is de motor van ons handelen. Dat is waarom we in gang blijven. En de drie pijlers van hoop zijn goal setting, pathway taking, agency. In het Nederlands, betekent dat de drie pijlers van hoop zijn doelen stellen, wegen vinden om die doelen te bereiken en eigenaar blijven van je leven. Dat zijn de pijlers van hoop. Nou komt u ook op veel plekken zoals vluchtelingenkampen of zoals gevangenissen, verslavingsklinieken. Wat leert u van dat soort mensen? Heel veel. Heel veel. In de gevangenis vraag ik aan de gevangenen, wat mis je nou het meest? Ja. En de eerste antwoord was, mijn fiets. En ik zeg, ja, dat begrijp ik wel. Een fiets is ook een symbool van vrijheid. Ja. Is het stuur van je leven in de hand nemen, keuzes mogen maken. En als je dan fietsend door het leven mag gaan, dan mag je echt wel beseffen wat vrijheid eigenlijk is. Eigen keuzes mogen maken. In een land leven waarin je goed onderwijs krijgt, goede gezondheidszorg. En binnen dat land mag fietsen waar je naartoe wil. Ja, als we het dan hebben over, nou, je zegt het zelf ook al heel vaak, je moet het doen. Wat zou je mij en wat zou je de kijker mee kunnen geven om vandaag nog te beginnen? Gelukkiger te worden. Er is niet één weg naar geluk. Nee, dat begrijp ik. En het is natuurlijk ook persoonlijk voor iedereen. En mensen verschillen. Ik word zenuwachtig van yoga. Dus dat moeten ze mij niet doen. Nee. Maar er zijn best mensen voor wie dat de eerste stap is om calm down, activated te worden. Nu, we zien in het onderzoek wel een aantal dingen die het heel moeilijk maken om gelukkiger te worden. Oh. Dat is bijvoorbeeld mensen die bang zijn. Angst is een heel slechte raadgever, maar het is aangeleerd gedrag. Je kan dat ook afleren. Ja. In plaats van bang te zijn van alles en nog wat, kan je proberen met mensen in contact te komen, mensen nieuwe ervaringen op te doen, die angst te laten varen. Tweede, karaktereigenschap. Dit gaat heel snel, want laat je angst varen. Je angst laat je natuurlijk ook niet zomaar varen. Nee, die heb je ergens geleerd. Angst is aangeleerd gedrag. Dus daar kan je terug naartoe, waar heb ik dat geleerd en hoe kan ik dat afleren om minder bang te zijn. Er zijn mensen die wel een wereldreis willen maken, maar niet tegen hun Marokkaanse buurman durven spreken. Ja, waarom ga je dan een wereldreis maken? Als je toch nieuwe culturen wil ontdekken, spreek dan eens met je Marokkaanse buurman. Ja. Dus dat zijn kleine angsten die we kunnen leren overwinnen. Tweede karaktereigenschap die het heel moeilijk maakt om gelukkig te worden, zijn mensen die niet weten hoe ze met emotie moeten omgaan. Die geen woorden vinden voor emotie. En wij zijn eenzame mensen geworden. Nu, ook hier het goede nieuws. Hè. Je kan het kinderen leren, we kunnen het elkaar leren. Om als het ons goed gaat en als het ons slecht gaat, woorden en uitingen te vinden om onze emotie te vertonen. Hè. Dat kan ook in dans, in muziek, in film, in filosofie. En er zijn steeds meer mensen die die wegen vinden. En de derde en laatste karaktereigenschap die het heel moeilijk maakt om gelukkig te worden, is perfectionisme. De wereld is niet perfect, er is een vlek op tafel, er is een fout gemaakt. Zolang we maar kunnen leren uit fouten. Als je vanaf het moment dat je bereid bent om het fouten te leren, ben je een positieve perfectionist. Een negatieve perfectionist is iemand die geen fouten durft maken. Nee. En dus verlamd door angst blijft zitten waar hij zit. Nou, dat is de slechtste raadgever om gelukkig te zijn. Ja, hoe zou je zeggen, kun je omgaan met perfectionisme? Als je heel perfectionistisch bent, hoe kan je dat wat meer loslaten? Dat kan je doen door om bepaalde domeinen heel perfectionistisch te zijn. Ik hoop echt dat de hartchirurg die mij ooit moet opereren, dat echt een perfectionist is. Maar als die s'avonds zijn kinderen ook nog in rijen van tweede trap opstuurt, dan heeft die man een probleem. Ja. Dus hij moet perfectionistisch zijn binnen bepaalde domeinen, maar bijvoorbeeld binnen de opvoeding van de kinderen of in de relatie, kan hij wel dat perfectionisme laten varen. En zo geldt het van ieder van ons. Op bepaalde domeinen is dat perfectionisme, brengt ons dat baat, en op andere domeinen schaadt ons dat enorm. We hoeven dat dus niet los te laten, we kunnen het op bepaalde domeinen loslaten. We moeten het gewoon iets beter bij onszelf bepalen van waar zijn we dan perfectionistisch en wat brengt het ons, want het heeft waarschijnlijk een reden waarom we het zijn. En als het ons niet iets brengt, dan zou je kunnen zeggen, we gooien het overboord. Nou, als ik ooit een verkleedfeestje heb, dan weet ik in ieder geval dat ik hier even langs moet gaan voor een leuk hoedje of een dingetje, Leo. Ja, maar aan elk ding zit ook een verhaal. Hè. Veel mensen kennen van de dingen wel de prijs, maar niet de waarde. En de waarde zit in het verhaal, de emotionele dingen, de binding die je met dingen hebt. Alle dingen die mij omringen hebben een verhaal. En dat maakt mij gelukkig. Ja.
Ja, dus eigenlijk zouden we kunnen zeggen, als we dit nu allemaal samenvatten, geluk gaat over niet over iets zoeken buiten jezelf, maar het zit in jezelf. En je hoeft niet altijd heel erg happy te zijn. Dus er is ook dat geluk en of verdriet en geluk horen echt bij elkaar. Het zijn niet twee verschillende dingen. Ja. Als jullie meer van Leo willen zien, ga dan vooral naar het Happiness Festival, want daar is die ook. En we hebben dit boek waar we het natuurlijk over hebben gehad, de 2.0 versie. Hij is te winnen. Laat een reactie achter in de comments waarom je hem wil winnen. En dan komt hij misschien wel jouw kant op. Hartstikke leuk, dankjewel. Nou, Leo. Dankjewel. De bloemen brengen geluk. Dankjewel voor een heel leuk gesprek. Superleuk.